in Nijkerk, Kian Mulhuizen. Namens de Flying Dykes, Meek Stillers. En namens Publitas Assen, Sam van Dijken. Van start te gaan en gaat het dan die man met die rode blauwe mouw zijn. Gaat het Jan Veenendaal zijn die als eerst bij de eerste bocht is. Ja, daar lijkt het wel op. Het is namelijk Sam van Dijken die moet aansluiten daar op twee. Maar ze zitten nog heel dicht bij elkaar nou, hoor. Daar lijkt Jan Veenendaal toch een iets sterker in haar eerste positie vast te pakken. Gaan we kijken naar Nijker. Gaan we kijken naar Jan Mulhuizen. Schuift daar even terug naar vier. Met Mees Stimmers is er voorbij. Mees Stimmers dus naar die derde positie. Maar daar is die man uit Assen ook voorbij. Maar Sam van Dijken heeft die koppositie overgenomen van Jan Veenendaal. We kijken dus naar Sam van Dijken op weg naar de titels Betuws kampioen. Dus Jan Veenendaal is op twee. En het is daar namens de Flying Dykes. Dan inderdaad Mees Stimmers. Die derde positie.